Hallo toeliefhebbers en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Kjeld en vandaag de ene laatste etappe voor de tweede rustdag in de Tour de France 2021. Was een rit van ruim 183 kilometer van de finishplaats van gisteren Carcassonne naar Culan. Een heuvelrit met mooie en zware beklimmingen. Ook deze etappe was er voor de start. Twee renners die niet meer opstapten, dat was de Fransman Warren Barguil. Na zijn val van gisteren stapte hij dus niet meer op. Hetzelfde geldt voor de renner van Team DSM, de Deen Søren Krak Andersen, staakt de strijd vanwege een mogelijke hersenschudding. De vlag wapperde en wapperde ook gelijk al een renner af. Niet door de wind, nee, maar door de pijn van gisteren na zijn val kan El Tractor de wie eigenlijk bijna elke etappe in een vlakke etappe op kop rijdt, Tim de Klerk van de Koning Quickstep het tempo amper bijhouden. Er waren aan het begin van de dag meerdere aanvallen, zoals een groepje met vier renners, Sparagli, Ricard, Turgay, Chevalier en de Let Tom Skewins, die wel wegkwamen. De Italiaan Sparagli pakte twee punten op de eerste beklimming van de dag. Skewins pakte er eentje. In het plaatsje Lavelanet lag vandaag de tussensprintstreep. En daar kwam Jonas Rickard, renner van Alpecin Phoenix, als eerste over de streep voor Dries Deveneins. Maar op 102 kilometer voor de finish werd de kopgroep van 5 dan toch weer teruggepakt. En gelijk spatte het weer open. De strijd om wie gaat er in de kopgroep zitten was weer begonnen. Onder andere Van Aert en Vincenzo Nibali lieten zich van voren zien, maar kwamen niet echt weg. Op de eerste serieuze beklimming van vandaag valt de Nederlander Wout Poels aan en kreeg al snel Woods en Cattaneo met zich mee. Daarachter probeerde nog een Nederlander uit het peloton te ontsnappen. Dat was Bauke Mollema en met nog wat andere renners, andere goede klimmers. Op de Col de Montsegur wist Poels Michael Woods nog maar net te kloppen in het bergsprint. Het was echt zo'n stukje zat ertussen. Maar Poels wist daar toch de meeste punten weg te kapen. In de strijd natuurlijk om de bergtrui met Michael Woods. Op de tweede beklimming van de dag, de Col de la Croix de Mots, wist Woods nu Poels te kloppen in de strijd om de bergtrui die waarschijnlijk van Schouders gaat veranderen. Dat was wel zeker. En niet veel later sluiten er veel renners aan bij Poels en Woods. Dat waren onder andere Cattaneo, die kwam weer terug. Die was even gelost op die beklimming. Patrick Conrad, Oostenrijkse kampioen. Valentin Madouas, Guillaume Martin, de nummer 9 van het algemeen klassement. Sergio Higuita, Eddy Gerbrand, Esteban Chaves, Omar Freile, Louis Mijntjes, Quentin Pache en Pierre Roland. Op de één laatste beklimming sprint Poels uit het groepje weg en haalt de weggereden Michael Woods in. Woods pakt nog wel één punt en was nu virtueel de leider in het bergklassement. Dan in de afdaling van die ene laatste beklimming smakt de Michael Woods, de Canadees, tegen het asfalt. Gelukkig kunnen Mollema en Cattaneo nog maar net op tijd ontwijken. En op het moment dat de gevallen Woods net weer terugkeert in die kopgroep, springt de Nederlander Bauke Mollema weg uit de kopgroep en kreeg niemand met zich mee, ter verbazing natuurlijk van Mollema. Eigenlijk al die renners daarachter keken zo van, ga jij wat doen? Ga jij wat doen? Nee, nou dan doen we het allemaal maar niet. En dus reed Mollema er vandoor. Met 30 kilometer voor de boeg nog lijkt Mollema op weg te zijn naar de etappezege in Quilan. Hij had een voorsprong van 1 minuut 10 met de slotklim die er nog aan moest komen voor Bauke. Op de slotklim had Mollema een voorsprong van 1,5 minuut. Maar zijn medevluchters vallen toch aan op de steile slotklim, onder andere Higuita. En reden er toch 20 seconden vanaf met z'n allen. En zo was de voorsprong nog maar 1-10 voor Bauke Mollema. Met nog 3 kilometer klimmen. Poels, Madouas, Roland konden van die tweede groep moesten eraf op die beklimming. Konden tempo met de medevluchters niet meer volgen.
Iets voor de top probeert de Oostenrijkse kampioen Patrick Konrad een aanval te plaatsen. Maar Catania Woods en Hikita, die in dat groepje zaten, die konden weer aansluiten. Bauke Mollema kwam op de slotklim als eerste over de streep en pakte 5 punten in de strijd om de bergtrui voor Michael Woods en Hikita. En daarna Konrad en Cataneo, die volgen op een minuut van de koploper Bauke Mollema. Het peloton volgde op ongeveer 5,5 minuut, waarin ploegen zoals IF en Jumbo-Visma op kop reden, omdat Guillaume Martin, die negende in de algemeen klassement stond, die in groep 2 reed achter Mollema, virtueel op plek 2 stond in het algemeen klassement en daardoor een bedreiging was van Rigoberto Urán en Jonas Vingegaard, die op plek 2 en 3 stonden. In de afdaling van de slotklim slinkt de voorsprong van Mollema niet meer, hoe hard de achtervolgers ook reden. En in de laatste kilometers leek dit een ritzegen voor Mollema te gaan worden als hij op zijn fiets blijft zitten. En dat deed hij. Bauke Mollema in de laatste honderden meters was er blijdschap bij de Groninger. En met de handen omhoog en een grote big smile op zijn gezicht komt hij over de finish. En zo wint Mollema deze 14e etappe in Culan met een solo van precies 42,7 kilometer. Prachtige zegen voor Mollema. Ik was ook gisteren, ik zat echt te klappen. Ik was echt hartstikke blij. Tweede Nederlander die een etappe pakt. Geweldig. Misschien gaan er nog wel meer volgen. Patrick Konrad, de Oostenrijkse kampioen, en Sergio Higuita sprinten nog voor de ereplaatsen in deze etappe, waar Patrick Konrad tweede werd en Sergio Higuita derde. Het uitgedunde peloton van ongeveer 35 renners komt over de finish op 6 minuut en 52 seconden met de ploeg UAE Emirates van de gele trui leider Pogacar op kop. Dan kijken we naar de top 10 uitslag van deze rit. Jawel, Bauke Mollema, de Nederlander op 1 van Trek Segafredo. 2, Patrick Konrad op 1-4. Hetzelfde geldt voor Hikita, derde op 1-4. Dan Catania op 1-6. Vijfde, Michael Woods op 1-10. 6, Friday op 1-25. Hetzelfde geldt voor 1-25 voor 7, Chesbert. 8, Quentin Pacher. 9, Louis Mainz. En Esteban Chavez komt binnen op 1-28. Dan kijken we naar de top 10 van het algemeen klassement. Op 1 nog altijd Tadej Pogacar, maar op 2 Guillaume Martin is van plek 9 naar plek 2 gegaan. En 4 minuut 4 achterstand. Oké, het is nog wel een achterstand, maar ja, je weet maar nooit wat die Fransman kan doen. 3 Urán, 4 Jonas Vingegaard, 5.32, 5 Carapaz, 5.33. 6 O'Connor nog, 5.58, Kelderman 6.16 op plaats 7. 8 Lutsenko op 6.30, 9 Mas op 7.11. En 10 Catania op 9,48. Zo zie je dat de nummer 8 tot en met 3 eigenlijk voor de podiumplekken nog wel dicht bij elkaar zit. In het puntenklassement is Cavendish meer uitgelopen. Dat was gisteren ook al wel. Maar het lijkt er toch dat Cavendish die groene trui mee gaat nemen naar Parijs. In de strijd om de bergtrui Michael Woods is daar de leider 54 punten. 2 Quintana met 50 punten en 3 Wouter Pols met 49 punten. Zit het ook nog aardig dicht bij elkaar. Vooral die top 5 zitten ongeveer maar 12, 13 punten tussen. In het wit Pogacar nog aan de leiding. Vingegaard op 5.32 en Aurélien Paré-Peintre derde op 24 minuut 44. Ik wil allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Genoeg gepraat over deze aflevering. Mijn stem is ook, hoe heet dat, bijna de raam. Maar ja, dat geeft niet. Ik heb het allemaal over voor jullie natuurlijk. Morgen de rit bij Andorra, de bergrit. Gaat hartstikke leuk worden. Gewoon kijken. NPO 1. Ik spoor je het alvast. Gewoon kijken. Echt een hartstikke leuke rit. Hoop ik zie je dan ook weer. En bij de volgende Tour de France waard. Ik zeg zo altijd, ademen. Tot morgen. Oh yeah. Tour à tour, tour à tour, tour à tour. Het is de Tour de France. En ik ga met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence. Naar de